Nou, de eerste keer is altijd spannend, hè? Maar gelukkig doe ik het hier en niet ergens in de bergen. Het is druk bij indoor skilocaties in Gelderland. Wie nu belt voor een plekje, die wordt waarschijnlijk teleurgesteld, want veel skiliefhebbers willen goed voorbereid zijn. Er zijn namelijk nogal wat ongelukken gebeurd op de skipistes in de bergen. Eind december overleed nog een 12-jarig meisje uit Zelhem na een skiongeluk. Bij de cursisten in de skischool in Apeldoorn zit de angst er goed in. Stuur door. Nu met links. Deze cursist volgt haar eerste indoor skiles. Nou, de eerste keer is altijd spannend, hè? Maar gelukkig doe ik het hier en niet ergens in de bergen. Want hier in de skischool is het veilig voorbereiden. Zeker gezien de zware ongelukken op de gevaarlijke pistes in de Alpen met te weinig sneeuw en gevaarlijke ijshellingen. Als ik voor het eerst de Alpen in zou gaan, zou ik wel een beetje bang worden, ja. Je wilt natuurlijk niet dat het jezelf overkomt. En gezien ik nog nooit heb geskiet, is het wel goed om verstandig te blijven. Dit wordt mijn tweede jaar dat ik op de latten ga staan. Dus dan wil ik wel gewoon goed ten ijs komen en zorgen dat het, dat het mij niet gebeurt. Maar die angst zit er altijd wel. Dat ik val en dat ik wat breek, maar ook dat ik omgeskiet word. Eigenaar van de indoor skibaan Lieke Dielissen merkt dan ook dat er zich meer cursisten aanmelden. Op het moment dat de mensen vragen, ik zou nog graag in het weekend een les willen of in de avonden, dan wordt dat echt passen en meten. Dat ligt er ook aan doordat in het nieuws nu ook wat vaker naar voren komt dat er wat meer ski-ongelukken zijn. Daardoor willen de mensen zich nog beter voorbereiden voordat ze op wintersport gaan. Doordat ze hier komen willen ze toch hun technieken verbeteren, waardoor ze minder angstig zijn.